In deze aflevering van Op de Redactie hebben twee volwassen mannen er heel veel moeite mee om een simpele puzzel op te lossen. Really? En raken we een drone kwijt in het plafond? In het plafond? Het nieuws van de Game Awards. Ik moet door. Die Joker uit Persona 5 in Smash Bros. Is heel erg vet. Echt super verrast. Ik vond die Outer Worlds van Obsidian er heel erg dik uitzien. Among Trees was ook dope. Die nieuwe Hello Games game. Ik weet niet meer hoe die heet. Je doet gewoon alles meteen. Ja, ik vond gewoon heel veel vette shit. Maar ik mag één dingetje noemen. Voor mij die Outer Worlds vind ik toch wel echt heeft indruk gemaakt. Ja. Ja? Ja. Ik vond vooral die steek onder water van de makers van Fallout. Ja, en Fallout New Vegas. Ja, ja. Die vond ik vooral leuk aan. Ja, wat ik het doopste vond van de Game Awards. Oeh, er was best wel veel. Psychonauts 2. Psychonauts 2, inderdaad. Ik vond het goed om te zien dat ik binnenkort mijn nachtrust weer terugkrijg. Want Dragon Age 4 komt eraan. Water is triggered. En jeetje. Vetste nieuws van Game Awards. Marvel Ultimate Alliance 3. Het zijn gewoon hele fijne, simpele action RPG's. Ideaal voor de Switch, dus dat ze alleen daarop komen vind ik prima. En het is van Team Ninja. Beetje weird, maar dat is best wel vet. Dat kan best wel goede dingen betekenen voor de gameplay, denk ik. Vetste nieuws van de Game Awards. Ja, je hebt niks aan me, man. Waarom niet? Ik ben pas net binnen. Far Cry. Jij bent Far Cry uit. Ja, dat is wel waar. Ja, daar heb ik wel zin in. Dat is ook echt de eerste die ik net heb opengeklinkt. Dus ik ben wel Far Cry guy. We hebben een brief gehad van deze aannames. Mooi toch. Van Ethan Hunt himself, man. Woe! Ja, of we eventjes een Mission Impossible Fallout ding willen oplossen. En hier zit wat in. Ik vind Ethan Hunt een toffere gast dan James Bond. Hey, er staan wel twee tips in, man. Ja? To crack the code that opens the case. Je weet hoe we dit vorige keer hebben gedaan, hè? Bij Tomb Raider event. We hebben gewoon net zoveel combinaties geprobeerd tot die per ongeluk open ging. We hebben al van tevoren wat was de code? Nee, dat willen we niet weten. Dit is gewoon... Het is eigenlijk cheaten wat we nu hebben gedaan. Ja. Hoe lang heb je vastgezeten ook? Ik ga echt gewoon dus naam. Dagen. In dit geval ben je dan een paar dagen door. Maar het gaat om Sinterklaas. Ja. Ja, dat is de vijfde. There's something to do with the festivities of Sinterklaas. And it's also related to the release of Mission Impossible Fallout. As always, should you or any of your team be caught or killed? Ik verwacht niet dat het zo is. Ik vermoed dat het 5-12 is. Wauw, deze powers of deductions are amazing. Nee, maar dan had hij nu wel overklakkelijk wat moeten doen. 12-5 dan. Op zijn Amerikaans. Oh, misschien 12-5. Dat zou heel gek zijn. Dit is wel in zijn Engels opgeschreven. Handen drukken! Zullen we ons beide gewicht erop doen? Nee, enige freaking redactie gaan zijn in heel Nederland die het koffertje niet open krijgt. 12-5. Maar wat else moet dit doen? Misschien is het. It has something to do with. Ja, de release en Sinterklaas. Misschien hebben ze het vergeten. Misschien is het 00000. Ja, zijn ze deze gewoon vergeten? Ja, precies. Dat kan toch? Dit is echt die escape room all over again, weet je? Dat is echt. Nee, hoeveel suiker moet je invoeren dan? Ah, 6. Ja, 6 in totaal. 05, 12, 18. Ja, dat zou ook kunnen. Oh, wacht eens even. Zullen we dat proberen? Ja. Ja, mag ik het doen? Potdomme, echt. Als dit hem is, dat dan is echt zo snel. Ja. 0, 5, 1. Ja! Ah! Ja. Mooi challenge. Ik voel me wel heel dom nu. Echt wel dom. Wel een koffertje waar we shit in kunnen stoppen. Ja, maar net doen alsof het opgeruimd is. Ik denk dat Geert niks gezegd heeft. Toch? Stagiaire, doe het. Ik bedoel, het belangrijkste van alle redactie is dat wij er goed uitkomen. Woe, ik zweet peentjes.
Dat is de reward. Ja, 6. Dat is een hele vette film. Ja. Echt een hele vette film. Maar heb je gewoon een DVD gekregen? Niet waar is het een DVD? Welk jaar leven we? Dit is godsnaam. Seriously, een DVD? Het zijn ze wel allemaal. Oh. Allemaal. Op een DVD. DVD's. Ik heb een 4K-tv thuis staan. Weet je hoe dat eruit ziet? Ja, ik niet. Maar goed, en in ieder geval wel leuk. Kijk, ik heb wat nieuws. Ik heb nieuw speelgoed. Thank you. Het is een trucjesdrone. Het is dit. Oh, dat ding. Het is een trucjesdrone. Ik heb de mensen van deze Airhawk Supernova beloofd dat ik hem pas zou laten zien op camera als ik wist hoe die zou werken. Maar dat moet met beleid. Nee! Wow. Nee! Five! En it's gone! Kom hier! Oh, hij gaat landen in het ding! Ja! Nice! Wow, oké, we hebben hem helemaal door. We kunnen er trucjes mee. Let op! Hij moet eerst groen, hè? Want... Ja, hij is groen. Sowieso deze, hè? Dit. Huh. Hij kan wel zwarte klompen. Hij is wel een beetje weerbarstig, hè? Weerbarstig ballen. Oké, doe een trucje. In de video is die chiller, dat ding. Je moet een beetje dingen op. Hoppa, trucje! Hoppa, trucje! Volgens mij was dat niet zo moeilijk. Nee. Groen. Hoppa! Dit moet toch ook gewoon makkelijker kunnen? Ja, hij is wel leeg. Hij is leeg. Wij geven deze Airhawk 3,5 uit 6 drontjes.